U zegt: mijn zorg is dat het hier niet bij blijft. Hoe groot zijn uw zorgen eigenlijk? Nou, na de speech van Poetin gisteren was weer een heel stuk groter, want wat hij eigenlijk doet is dat hij het bestaansrecht van Oekraïne ontkent. Daar geeft hij allerlei discutabele beweringen bij. zowel uit de verre historie als uit het recente verleden. En dat daarbij gecombineerd, dat we zien dat de grootste troepenopbouw van Rusland. bevindt zich niet bij die twee provincies. maar bevinden zich eigenlijk aan de rest van de grens met Oekraïne. Dus hij heeft juist daar alles klaarstaan voor een invasie. Ja. En eigenlijk die combinatie, dus de retoriek. en de troepen die hij heeft klaarstaan, dat baart mij grote zorgen. Zo ja, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van dat land, Rusland dus. dat Oekraïne niet het recht heeft om een soeverein land te zijn. Ja, dat is een extreme uitspraak. Dat is, dat is eigenlijk, uh, ontken je daarmee wat ik zeg, erken je daarmee het, het bestaan van Oekraïne, schuif je het hele internationaal recht aan de kant. Um, het is eigenlijk een, een bevestiging van de rancuneuze tirade die Poetin gisteren hield, maar dat dit nu ook door de hoogste diplomaat van Rusland ook op zo'n feitelijke manier wordt beweerd, ja, dat, dat is ongekend. Ja, maar als je zegt, jij hebt geen recht om te bestaan, dan zegt dat ook iets over de vervolgstappen van de Russen, lijkt me of niet? Dat lijkt mij wel. De intentie, het was vaak de vraag van wat is de intentie van Rusland? Nou, we hebben eerder in de zomer een essay van Poetin gezien... waarin hij al uh, voorsorteerde op een meer agressieve intentie. Gisteren ja. de speech, nu weer de bevestiging. Kijk, we weten natuurlijk niet of het op korte termijn ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Hè. Dat blijft altijd tot het moment dat het gebeurt, weet je het nooit zeker. Maar alle voortekenen zijn de verkeerde kant op. Ja, uh, maar u zegt we weten het nooit zeker. Uh, dit scenario was vrij zeker. Nou ja, dit eigenlijk in alle uh, inschattingen die werden gemaakt over uh, hoge kans, lage kans scenario's was de grootste kans was dat Poetin iets in die twee provincies zou gaan doen in ja. Luhansk en Donetsk, omdat hij die eigenlijk al via pro-russische separatisten onder controle had. Dus hij kan nu zo met tanks en ander militair materieel kan hij de grens oversteken ja. zonder dat hij enige weerstand krijgt. Ja. Kijk, als hij dat op andere plekken doet, doet, dan staat natuurlijk het Oekraïense leger klaar. Maar u zegt, als je de, het bestaansrecht van een land ontkent, dan zegt dat iets over de vervolgstappen en dus moeten we. Voorbereiden op een militaire actie van de Russen. Klopt, klopt. Ja, ik... En dan treedt dus het zwaardere uh, sanctiepakket in werking. Want dat heb ik uh, de minister-president vanochtend horen zeggen. We komen nu met een streng pakket of een scherp uh, pakket. Maar uh, nog niet zo stevig als dat de Russen daadwerkelijk militair gaan optreden. Vindt u dan dat wij ons moeten uh, opmaken voor het, uh, het, het strengst mogelijke pakket aan economische sancties voor de Russen? Zeker, zeker. Dus kijk, eigenlijk zou je kunnen zeggen... er zijn drie stappen. Hè. De eerste stap is die erkenning. Daarvan heeft de premier gezegd, op het moment dat het daarbij blijft... dan hebben we een stevig pakket... Uh, maar op het moment dat Rusland echt daadwerkelijk met tanks de, de grens oversteekt, dan volgt er een tweede pakket. Ik zou daarom willen toevoegen: op het moment dat hij dat ook buiten die gebieden doet. Uh, die door uh, die, 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 die pro-Russische die pro separatisten onder controle was, ja, dan gaat hij ook direct in gevecht met het Oekraïnse leger. En dat is, wat mij betreft, de derde en de laatste stap. En dan zet je de allerzwaarste sancties in. En welke zijn dat? Nou ja, de allerzwaarste is natuurlijk Zwift: het betalingssysteem afsluiten. Uh, dat, dat zou een enorme ontregeling zou dat teweeg brengen voor de Russen. Russische economie en ook voor ons. Dus ik vind eigenlijk dat we die als dreiging... ook zo achter de hand moeten houden nu. Hè, dat Rusland weet, nou, als we de, uh, ook nog die laatste stap zetten... namelijk echt direct in confrontatie met Oekraïne... dat we die achter de hand houden. Ja. Uh, maar ook als hij nu, wat ik zei, die tweede stap... nu met tanks de grens over in uh, Lugansk en Donetsk... ik vind dat daar ook wel stevige sancties tegenover moeten staan. Welke dan? Uh, nou, in ieder geval dat we geen zaken meer doen met mensen in die gebieden en iedereen die hieraan uh, mee heeft gewerkt. Uh, ik vind dat we Russische financiële instellingen stevig moeten raken, dus de Russische banken. Uh, en daarnaast ook bredere economische sancties. Uh, en dat kan zowel zijn dat je niet meer vanuit Rusland importeert, uh, of dat je voor bepaalde sectoren uit het Westen zegt, bijvoorbeeld technologieën, uh, we exporteren dat niet meer naar Rusland. Ja. En dat zijn dat technologieën die Rusland echt nodig heeft. Zoals en, halfgeleiders, hè, om chips mee te maken bijvoorbeeld. bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Ja.